Ik ben Hubert van der Kleij, ik ben de directeur van de Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve Therapie. Dat zijn maar gespecialiseerde psychotherapeuten. En wat hoop jij vanmiddag te leren? Ik hoop te leren hoe wij daar moeten werken om over 5 jaar nog nuttig te zijn en toegevoegde waarde te hebben voor onze leden. En als ik jou nu zou vragen wat je nu doet om voor je leden toegevoegde waarde te hebben, wat zeg je dan? Nou, we doen natuurlijk een aantal dingen, maar een belangrijke manier waarop wij een krachtige vereniging zijn, is dat we een eigen keurmerk of een eigen registratie hebben. Of zelfs een aantal registraties. In zekere zin maakt het ons dat makkelijk om ons lidmaatschap in ieder geval in de markt te zetten. Want mensen hebben veel geld geïnvesteerd in tijd en energie om zo'n registratie te behalen. En die registratie is gekoppeld aan het lidmaatschap. Dus je kan eigenlijk alleen maar die registratie hebben als je lid bent van de vereniging en omgekeerd. Dus dat is in ieder geval een belangrijk ding. Dus je bent psychotherapeut, maar daarboven ben je gedragstherapeut. En of je bent psycholoog en daarboven ben je gedragstherapeut. En dat is een verenigingsregistratie die bovenop allerlei wettelijke beroepen zit. Dus dat keurmerk behalen en dat keurmerk behouden, want je moet weer herregistreren om dat keurmerk te behouden. Dat is een belangrijk toegevoegde waarde voor de leden. Ja. En daarnaast organiseren we gewoon nascholing, bijscholing, cursussen, tijdschriften, websites. En allerlei andere dingen die andere verenigingen ook doen. Je hebt het net over een toekomstpad van 5 jaar. Maar als ik jou vraag wat je dit jaar gaat doen, wat dit jaar het succes wordt van jouw vereniging, waar ben je dan aan het werken? We zijn erg druk bezig om die opleiding en die registratie van ons te moderniseren. Aan te passen, beter aan te passen bij de tijd. De geestelijke gezondheidszorg is voortdurend aan het veranderen. Maar per 2014 is er weer een nieuwe structuur bedacht, getekend door allerlei partijen. Dat heet het bestuurlijk akkoord voor de GGZ. Peter Niesink, die vandaag hier congresvoorzit, heeft daar voor een belangrijk deel ook aan bijgedragen om die nieuwe GGZ vorm te geven. En onze opleiding en die registratie moet beter passen dan nu binnen die nieuwe GGZ die gaat ontstaan. Dus we zijn aan het moderniseren, onze eigen kracht aan het moderniseren. Dankjewel.